Ik ben enorm trots dat we hier vandaag op de A35 in opdracht van Rijkswaterstaat de eerste asfalttonnen draaien met de Zero Emission afwerkmachine. Zoals jullie kunnen zien draait hij hier achter ons. Dus we laten als BAM zien dat we het niet alleen beloven, maar dat we het ook echt doen. Het is niet alleen voor de omgeving goed en voor de stikstofvermindering, maar uiteindelijk ook voor onze mensen die bij de machine werken. Dus het is een mooie stap om samen met onze ketenpartners, met New Electric en Witge en ook met Rijkswaterstaat nu de volgende stap te maken richting een zero emission bouwplaats. Rijkswaterstaat wil in 2030 klimaatneutraal en circulair werken. En we zijn ontzettend blij met dit soort initiatieven uit de markt. Mooie voorbeelden van een emissieloze asfaltspreidmachine als eerste stap op weg naar emissieloos materiaal in 2030. En het is nu aan Rijkswaterstaat om te zorgen dat de markt ook concurrerende aanbiedingen kan doen. En dat uiteindelijk de hele transitie met alle marktpartijen op gang komt.